Goedemorgen, het is 3 minuten over 11:30. Op de fiets van pool tot pool, de Nederlander Aart Huig zit op de pedalen en reist via Canada en Zuid-Amerika richting de Zuidpool. Elke maand brengt hij ons op de hoogte van zijn 30.000 kilometer lange tocht. Aart, veel golven achter je, waar zit je nu? Ja, ik zit mijn fiets die zit in Mexico stad, maar ik heb gisteren de bus genomen, 7 uur lang zat ik in de bus naar dit strand aan de Pacific Ocean. Ongeveer 3 uur rijden onder Acapulco. Ja, en daar zit je dus nu en je hoort inderdaad al die golven. Je hebt ook heel veel gefietst, nu even de bus. Zijn ze gewend aan fietsers op de weg? Wat zeg jij dat ik? Zijn ze een beetje gewend? Ja, die golven die zitten ertussen. Zijn ze gewend aan fietsers op de weg? Ja, nee, absoluut. Het is geen fietsland natuurlijk. Dus ze kennen het begin niet echt. Maar ik laat gewoon duidelijk zien dat ik een fietser ben. Dat ze niet om me heen kunnen. Dus ik zet mij ongeveer een beetje op het midden van de weg. En dan moeten ze wel remmen. En dat werkt ook. Ja, en jij gaat natuurlijk ook oud en nieuw vieren. Dat kan niet anders. Waar vier je dat, oud en nieuw? Ja, ik vier oud en nieuw met mijn 10-daagse vriendin. Die is uit Nederland overgevlogen. En wij zitten hier op het strand. Het is een verlaten strand. Er is helemaal eigenlijk niemand. En wij gaan morgen oud en nieuw vieren. Dus dat wordt hartstikke romantisch. En ze gaat daarna wel weer weg? Ja, het is 10 dagen, ja, helaas. Ja, nee, maar dat, heb je, dat gaat niet anders. Wat zijn jouw verwachtingen? Wat ga je nog de komende tijd doen? Wat staat je nog te wachten? Ja, nee, ik heb de afgelopen dagen heb ik een beetje rust. En ik zit me echt zit te staan eigenlijk voornamelijk op de weg door de Amazone. Dat is een onverharde weg. Daar moet je niet zijn met regenseizoen. Het is een superheet, veel insect. Ik heb gisteren ook een hangmat gekocht. Dus mijn tent die gaat tijdelijk de kast in. En ik slaap komende keer maand in een hangmat. Nou ja, dat komt goed uit, want jouw budget, ja, dat zal ook toereikend moeten zijn voor de komende tijd. Hoe zit je op schema qua budget? Ja, dat is niet helemaal lekker gegaan. Nee, ik doe het nu met een euro, 4-5 euro per dag. Ik had eigenlijk gehoopt dat het beter zou gaan. Ik had mijn geld, eigenlijk de helft van mijn budget geïnvesteerd op de beurs. En we weten allemaal dat dat de laatste niet zo lekker botert. Dus ik heb mijn opties moeten doorrollen. En dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Hoor. Ik doe het met 4 euro per dag. Ik leef op het platteland is het niet, maar tussen de kakkissen. En ik koop mijn spaghetti en ja, natuurlijk het brood voor de ochtend. En ik vermaak me wel. En dat betekent dat je denkt ook de komende tijd dat het eigenlijk vrij gemakkelijk gaat met 5 euro per dag. Ja, ik denk eigenlijk dat het nog wat laag gaat, ja. Nee, het is bizar. Ik heb laatst gepint en 250 euro gepint. En dat is 6 weken geleden, dus ja. Nou ja, ik hoop dat je vriendin iets heeft meegenomen voor oud en nieuw, of niet? Nee, dat kan ik je verzekeren. Maar dat vertel ik je nog wel als we een biertje drinken. Oké, doen we de volgende keer. Dankjewel, Aart Huig. En heel veel succes met oud en nieuw. En sowieso met die hele tocht van pool tot pool. Dankjewel.